Meedoen met een schoonspringwedstrijd. Nou, dat lijkt Daniel wel wat. Dus snikt hij via het publiek richting de duikplank. En ondertussen probeert hij zijn kleren uit te doen en de beveiliger te ontwijken. En een paar dagen geleden deed hij dit bij een belangrijk crickettoernooi in Engeland. Het duurt even, maar uiteindelijk wordt hij met zijn tent van het veld gesleept. Bij hetzelfde cricket-toernooi probeert hij een potje mee te doen als speler van India. Okay, hi, I'm Daniel Jarvis. Here we are at Lord's, where I'll be making my debut at the Test cricket versus England. I'm going to be representing India. Hopefully, we can win this test. Thank you. One go. That way. Eenmaal op het veld moedigt hij zijn teamgenoten nog even aan. Come on, boys, let's do this. Ja, lang duurt het niet. Ze hebben hem snel door. De spelers van India kunnen er wel om lachen. Maar niet alle pranks van de Brit worden goed gewaardeerd. Voor een grap die hij een paar jaar geleden uithaalde, moest hij zelfs de gevangenis in. Het gebeurde in een museum. Samen met zijn vrienden deed hij alsof ze een duur schilderij stalen. Maar eigenlijk was hij namaak en hadden ze hem zelf meegenomen. Toch leek het zo echt dat er grote paniek ontstond. Een vrouw viel zelfs flauw. En dus werden de grappenmakers opgepakt en kregen ze een celstraf van 6 maanden. Van die grap heeft Daniel veel spijt. Sindsdien haalt hij vooral onschuldige pranks uit. Zoals deze met een scheetapparaat bij een golfwedstrijd. Real commotion going out there.